Heb je al gehoord van die rare tent daar onder die brug? Hè? Ja, je weet wel, die rare tent waar al die hippe mensen komen en waarvan niemand weet waar het is. En geheime uitnodigingen worden verstuurd per e-mail. Hè? Ja, je weet wel, die tent waar al die meisjes samenkomen en je sommige meisjes ook mee kan nemen onder de brug. Oh, de geile bocht. Heet dat zo? Ja, ja, dat zal het wel zijn. Ja, de geile bocht. Ja, de geile bocht. Ja, de geile bocht. Dit is de geile bocht. Dit is het illegale partycentrum waar 5 jaar lang de underground cultuur van Amsterdam een nieuwe stimulans heeft gekregen. Dit is waar op minder dan 10 vierkante meter meningen gevormd zijn. Hele generaties hebben hier hun inspiratie vandaan gehaald. Beroemde underground bands van de afgelopen 5 jaar hebben hier bij de Geile Bocht hun debuut gemaakt. Geile Bocht is hier achter mij. En het ziet er heel klein uit, maar het is veel groter dan je denkt. Curtis, I'm in. Daar hebben we Jack Bauer ook weer. Welkom in de Geile Bocht. Ja. Hé hey, schatje, gaan we nog naar de Geile Bocht toe? Is het alweer zover, man? Het is hoogste tijd voor de Geile Bocht. Maar ik heb al die slip niet bij me. Dat is een probleem, schatje. Maar wees je getroost, er zijn genoeg anti-slip-slips bij Gaap in de Geile Bocht. Ik heb gehoord dat er ook eierstoksoep is. Eierstoksoep, bovenal is er ook veel drank en waar is het eigenlijk? Ja, dat zeg ik niet, dan komen ze allemaal.